Want de gemeente Breda en de maatschappij tot redding van Drenkelingen zijn van mening dat het bijzonder is, heel bijzonder is. Er gebeurt iets, je ziet iets, auto in het water en je komt tot actie. Je denkt na, maar je doet wel iets. We gaan over tot de officiële uitreiking van de zilveren penning en de oorkonde die erbij hoort. Als eerst, meneer Dekker, Jordi. En geef hem een mooi plekje ergens in de huiskamer en deze is voor twee personen. Dankjewel. Okay. Ja, denk je er nog wel eens aan? Ja, zeker nu de laatste paar dagen weer dat het speelt. Toch weer terug? Ja, oké. Nou, die is voor jou. Mooi. En ook hier in huis een plekje vinden. Aan de muur. Ja, je moet aan de muur. En voordat ik hem geef, heb ik eerst even een antwoord. Hartstikke bedankt. Bedankt, we zijn trots op je. Jij zag de auto erin rijden of zag je, was hij al in de auto, in het water? Toen wij aankwamen rijden, toen lag de auto op zijn kop in het water. En verder, ik weet niet hoe het water is geraakt of zo, of ik wist ook niet of iemand in zat of geen idee. Maar het was in februari, dus het was koud, het was ook nog donker. Je springt er gewoon zomaar in. Ik heb toen meteen op de rem getrapt, de paniekverlichting aangezet en ben gelijk naar het water gerend. Onderweg mijn jas uitgetrokken en gesprongen. Toen, ik wist niet zeker of iemand in de auto zat, dus toen ben ik uiteindelijk de andere kant opgelopen, aan de andere kant van het portier. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment het portier niet open. En zei even vertwijfeld, sta je te kijken. Het was echt. Ik denk, doe nog één keer een poging om die portier open te trekken. En toen heel langzaam ging het portier open. En toen pakte ik in de auto. Ging voelen. En plotseling voelde ik een soort jas, een soort gevaar of zo. En in de auto was de mevrouw volledig levenloos. Er zat totaal geen beweging meer in. Maar mee dat ze boven komt en ik ook weer boven kom, haalt ze adem. Dus ik dacht van nou dan. Ja, heel goed. Ja. 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 Mooi.